Het kabinet, met het oog op die persconferentie morgen... Uh, uh, tenminste, als de berichten kloppen... Uh, die quarantaine die kan wel terug van vijf dagen... als je dus in contact bent geweest met iemand... en dan kan je uh, een uh, PCR-test gaan doen... Ja. naar drie voor vitale beroepen. Nou ja, de vraag is of je met deze nieuwe variant die quarantaine echt veel korter kunt maken. Want wat ik eigenlijk wilde zeggen is dat je nu aanwijzingen hebt dat die mensen het meest besmettelijk zijn drie tot zes dagen nadat ze klachten hebben ontwikkeld. Dus, maar dus weet... natuurlijk, als je een test doet, dan heb je natuurlijk wel. Ik uh... kan net zeggen, want de incubatietijd is toch korter. Dus je, je weet veel eerder of je het hebt of niet. Als je het niet hebt, dan ga je daarna ook nooit meer besmettelijk worden, toch? Nee, nou ja, als je het niet hebt, inderdaad, maar... dan word je besmettelijk. Dat is, dat maar is duidelijk. Voor, voor dus wie daarom... geldt dit dan precies? Over wie hebben we het? De gevaccineerden, de ongevaccineerden? Ja, dat geldt eigenlijk voor iedereen. Dus, dus dit is best een lastig ding. En nu in Amerika gaan er geluiden op dat ze zeggen: van ja, wij zitten met de vijf dagen misschien wel echt te kort. En zou dat wel tot risico's kunnen, kunnen leiden. Dus, dus korter dan vijf dagen vind jij niet verstandig? Dat vind ik, dat vind ik niet verstandig.